goede vrienden. Kerstmis anno 2020 komt eraan. Een corona-editie van Kerstmis. Wat staat ons dit jaar niet te wachten? Geen plechtige eucharistieviering met koor in de kerk. Geen feestmaal thuis met velen of op restaurant. Geen gastentafel ook voor kansarmen of daklozen. Maar wat staat ons wel te wachten? Alles wat in en rond het kerstverhaal gebeurt. Kijk zelf maar om je heen. Ik zie vaders en moeders met hun kinderen, gezinnen die bij elkaar steun en houvast zoeken, die sinds maart geen dag met elkaar overslaan, al hebben ze geen overschot van ruimte of comfort. Een beetje zoals dat nieuwe gezin in Bethlehem, Maria, Jozef en Jezus in hun midden. Ik zie kinderen en jongeren in mijn straat, hoewel veel minder dan vroeger. Door het coronavirus zitten ze vele uren aan de computer voor digitaal onderwijs. Ze kunnen amper of niet naar de jeugdbeweging of naar de training. Studenten aan de hogeschool of universiteit zie ik nauwelijks in deze dagen. Digitaal studeren dwingt hen tot een bijna verborgen bestaan. Alle verlangen zijn naar nieuwe tijden van vrijheid en samen zijn. Als kleine herders tijdens de nacht in het open veld. Ik zie dokters en verpleegkundigen, zorgkundigen die in de weer zijn, dag en nacht, werkdag en weekend, in synthetische pakken gehuld en die geen moeite sparen om coronapatiënten bij te staan. Ik zie een samenleving die de handen in elkaar slaat. Wetenschappers en politici, economen en sociologen, om iedereen recht te houden en niemand te verliezen. Ze laten een ander gelaat van mens en van samenleving zien, als prille voorboden van een nieuwe wereld, van Gods wereld. Ik zie wereldwijd mensen lijden onder gewapende conflicten en onbekwame regimes. Ik zie vluchtelingen op de dool, angstig, hopeloos. Tegelijk zie ik mensen die opkomen voor redelijkheid en vertrouwen, voor rechtvaardigheid. Te midden van de vele tegenstrijdige stemmen van vandaag. Mensen die werken aan verbondenheid tussen medeburgers van verschillende afkomst, taal en cultuur. Tussen kinderen van beter bedeelde families en minder bedeelde gezinnen. Zij laten ons een ander lied horen. Een lied van vrede. Zoals de engelen in de kerstnacht. Hoog aan de hemel. Ik zie mensen nadenken, lezen en rondkijken. Ik zie ze in kranten en praatprogramma's met elkaar in gesprek gaan. Soms vriendschappelijk, soms gespannen, soms grondig, soms vluchtig. Op zoek naar inspirerende gedachten of waardevolle ideeën. Met elkaar onderweg naar zingeving en diepgang. De enen met God, de anderen zonder God. En toch nooit voldaan met wat vroeger is gezegd of geschreven. Ze zijn zoals de drie wijzen uit het oosten, op zoek naar het licht van de wereld, naar nieuw licht, niet groter en hoger dan een pasgeboren kind. Ik zie dit jaar vele huizen met een kaarsje bij het raam. Kantoren en pleinen met extra kerstversiering. En kerkgebouwen met lichten die stralen van binnen naar buiten. Die vallen vooral 's avonds op, wanneer het vroeg donker is. Elk kaarsje is een kleine overwinning. Van het licht op het donker, van de warmte op de kilte. Elk lichtje is zomaar een knipoog
naar een toevallig passant, naar een ongekende medemens. Elk vlammetje spreekt van een heilig vuur. Vuur en licht van hierboven. Zoals de vele sterren en die ene bijzondere ster. Tegen de donkere hemel boven de velden van Bethlehem. Goede vrienden, het zal geen kerstfeest worden zoals de andere jaren. Jammer genoeg laat het coronavirus dat niet toe. We voelen ons bijzonder verbonden met alle gezinnen die in het voorbije jaar een familielid of een vriend hebben verloren door de gevolgen van het virus. En dat verlies zal ook in de komende weken nog extra pijnlijk aanvoelen. En toch blijft de kerststal dezelfde. En alle vertrouwde figuren staan er opnieuw. En ook de kerstboodschap mag opnieuw klinken. Dat God in zijn menslievendheid ons nabij is. Dat Jezus ons menselijk bestaan komt delen. Dat de Geest ons optilt uit angst en onzekerheid. Dat we kunnen groeien in solidariteit, vooral met hen die arm zijn. Goede vrienden, samen met alle bisschoppen wens ik u voor de komende kerstdagen een warme verbondenheid met elkaar en met God. Want dat is kerstmis. Vreugde in de hemel en vrede op aarde.